Ook zondag stond er nog een heel programma klaar in Mook. Het hoogtepunt hiervan was de onthulling van een monument op de rotonde bij het gemeentehuis dat een blijvende herinnering moet zijn aan de slag op de Mokerheide. Het kunstwerk vereeuwigt Lodewijk en Hendrik van Nassau, twee broers van Willem van Oranje. De gebroeders hebben het leven gelaten tijdens de slag op de Mokerheide in 1574. In het katholieke Mook hebben zij tot nu toe nooit waardering ontvangen. Kunstenaar Isbrand Rovers heeft daar nu verandering in gebracht. Als dadelijk het doek eraf is en we horen niet heel hard boegeroep, dan zal het wel goed zijn, denk je niet? Ik in ieder geval hoop het. Ja. Het kunstwerk werd onthuld door burgemeester Willem Gradissen en gouverneur Emiel Roemer. En kijk eens wat na 450 jaar na dato wel kan. En dan schud je elkaar echt de handen. En dan heb je echt met elkaar de toekomst beter, om het zo te zeggen. Dus vandaar dat ze hier in volle naad staan. Het idee voor het kunstwerk is jaren geleden ontstaan. Tijdens een wandeling op de Mokerheide stelde Rovers het idee voor aan de burgemeester. Ik was direct al gepakt daardoor. Maar ja, goed, je weet dan dat het toch een lange weg heeft. Komt natuurlijk best behoorlijk budget bij kijken. Maar om 450 jaar, dit jaar die slag geleden is, slag op de Mokerheide, precies 450 jaar, was de raad ook bereid om daar echt iets aan te doen, iets voor neer te zetten. Met een lunch, met een bijeenkomst, met een weekend voor de kinderen en een kunstwerk. Isbrand Rovers heeft het kunstwerk ontworpen. Maar het uiteindelijke resultaat is ook te danken aan Stef Peperzak. Die liet de massa verdwijnen. Dat er alleen maar contouren te zien zijn. En die zetten het haaks op elkaar dat het speelt als je er rondomheen rijdt. Het is net als een kathedraal tot stand komt. Het moet met heel veel mensen tot... Het echte vakwerk is natuurlijk het toch in het ijzer maken. En dat is goed gelukt. Na 450 jaar hebben de gebroeders van Nassau voor het eerst een prominente plek in Mook.